Distor introduceerde onlangs een nieuwe verpakking voor hun verven. Die zou heel makkelijk te openen zijn zonder gereedschap. Dat gaan we proberen. Maar eerst even omkleden. Oké, daar gaan we. Nou ja, hoe zou zo'n potje nou open moeten? We moesten even zoeken, maar er staat hier lift each corner to open. En hierachter op de verpakking staat een heel klein pictogrammetje. Waarbij je hem met je ene hand vasthoudt en met je andere hand je vingers onder zo'n hoekje zet. Nou, proberen maar. Maar het doet wel echt zeer aan mijn handen hoor. Nou, gelukt. Histor heeft met deze nieuwe verpakking een ontwerpprijs gewonnen voor beste verpakkingsontwerp. Duurzaam en innovatief. Ik snap hem niet helemaal. Maar wat zullen anderen ervan vinden? Alsjeblieft. Dankjewel. Het is wel pijnlijk aan je vingers. Het gaat niet echt heel makkelijk. Nou, dat ging wel aardig. Het kan wel, alleen ik heb vrij sterke vingers volgens mij, dus ik zie mijn vrouw dit niet doen. Het lukt me wel, maar het kost moeite. Histor claimt dat er ook een handig schenktuitje in de verpakking zit, maar dat is moeilijk te vinden. Wij denken dat ze dit bedoelen, waar het randje iets is afgezwakt. En daardoor zou je makkelijker kunnen schenken en minder morsen. Nou, gaan we eens proberen. Nou, helemaal zonder verf over de rand lukt niet. Dus dat zal je toch even met een doekje of een kwastje af moeten nemen als je geen druppels op de grond wil. Dan bij het sluiten van de verpakking moet je wel opletten. Er staat op de deksel dat je elke hoek weer moet indrukken en je moet een klik horen. En dat is ook het enige waardoor je weet dat hij dicht zit. Je kan het niet zien, dus dat kan wel eens een lastige situatie opleveren als iemand hem oppakt en hij zit niet helemaal goed dicht, dus oppassen daarmee. Conclusie, de nieuwe verfverpakking van Histor is in principe met je handen te openen, dus deze heb je dan niet meer nodig. Maar het gaat bij de een makkelijker als bij de andere. Het ligt een beetje aan hoeveel kracht je hebt. En iedereen klaagt wel over pijnlijke vingers. Dus helemaal ideaal